Okay. Geweldig, prachtig. We hebben het gewonnen. Weesp blijft een eigen gemeente. Net als met een groot feest wappert de Weespervlag onder het slaapkamerraam van Gjalt Zonder Geld, al jaren tegenstander van de gemeentefusie. Waar burgemeester en wethouders van Weesp treuren over het afblazen van de fusie, reageert de Weesper verheugd. De verlossende woorden van de Tweede Kamer kwamen onverwacht, maar klonken hemels. Weesp blijft voorlopig een zelfstandige gemeente, staat er. Nou, dat voorlopig kun je wel doorstrepen. Ja. We zetten de kabel aan, dat was het eerste wat we deden. Nou, eerst zie je even nog oud nieuws. Even afwachten. Zakte al een beetje mekaar. Zou er wel gestemd zijn, want dat wisten we nog niet helemaal precies. En jou, daar zag je het berichtje. Twee regels. Hoera! Geweldig. Al jaren weet Zonder Geld het zeker, Weesp moet Weesp blijven. De democratie heeft zegen gevierd. Het is heel raar als nu dus wethouders en ook burgemeesters in andere plaatsen zeggen, en ook hier onze eigen gemeentebestuur, dit is een falen van de democratie, of dat is een brevet van onvermogen, zoals burgemeester Hasseling zegt. Dat is zeker niet het geval. Hier heeft de democratie gezegen vierlijk. En dit is veel beter voor de mensen. Voor iedere Weesper is dit veel beter. Meteen na de verlossende woorden werd de Weespervlag opgehangen. En zo volgden nog enkele andere Weespers het voorbeeld van Zonder Geld. De komende dagen wappert de vlag nog volop. We hadden tegen elkaar gezegd, mevrouw en ik. Ja, als het dan wordt aangenomen. Ja, het is misschien wel raar om dat te doen. Maar dan hangen we de Weespervlag halfstok uit. Gelukkig hoefde dat niet. Hij waait daar nu volop. En we houden hem zeker 3 dagen lang in top. Thank you.